Herenstraat Helemaal wordt u aangeboden door Pizzeria Italia. Al 40 jaar een begrip in Groningen. Herenstraat Helemaal, die loop ik vandaag met Michiel Emmelkamp. Hij staat vierde op de lijst van de Partij van de Arbeid. En dan heb ik het over het Europees Parlement. Ik loop vandaag niet op de schoen van Jan Palmen. Ik loop voor één keer op het verjaardagscadeau van mijn vriend en bedenker van Herenstraat Helemaal. Prachtig verjaardagscadeau kreeg ik van Wilfred Gené. Deze schoenen. Jongen, jongen, jongen. Van Wilfred? Ja, mooi man. Die heeft het ooit bedacht, hè? Hartstikke mooi. Herenstraat Helemaal bejaard. Nee, toen was Henk er ook al, toen filmde Henk al. Kijk. En we zitten nu op 309. Toen Wilfred nog bij OogTV zat. Ja, toen Wilfred nog bij OogTV zat, kijk. Ja. Hé, hey, trouwens, even over Europa. Europa zijn wij dus al in. Wij zijn erin. Wij zijn Europa al in. Absoluut, oh. Absoluut. We gaan morgenavond allemaal vieren, ja, op de Grote Markt. Ja, nee, dat gaan wij ook allemaal doen. Maar het is natuurlijk wel leuk. Hallo Adelaide. Mooi. Dat is mooi, dat is onze sponsor. Maar ja, dat was fantastisch. Fantastische pot gisteren. Hartstikke mooi. Ik heb al 14 jaar seizoenskaart, dus ik ben ook altijd bij. En het was wel een keer tijd na 7 jaar. Ja, nee, maar het is toch mooi. Omdat ik bedoel, jij bent kandidaat voor het Europees Parlement. Ja, dat klopt. En dan kan ik gewoon deze aflevering van de Herenstraat helemaal beginnen met de mededeling dat eigenlijk Groningen al Europa heeft gehaald. Ja. Dat is toch geweldig. Voetballend wel, nou politiek nog. Hey, hoeveel stemmen heb je nodig? 15.000? 15.000, dat moet lukken. Dat moet het doen zijn toch, vanuit het noorden? Echt? Nee, waarom niet? Vanuit het noorden? 15.000 stemmen heeft hij nodig heen voor het Europees Parlement. Kijk, we moeten als Noorden ook in Europa aan tafel zitten. Niet alleen in Den Haag, maar ook in Brussel. Ja. Dus waarom zouden we niet als Noord-Nederland samen 15.000 stemmen kunnen opbrengen? Maar Michiel, wat kan jij doen voor Groningen in Brussel? Ontzettend veel. Ontzettend veel. Ja, echt waar? Ik kan zorgen voor Europese investeringen en innovaties hier. Die leiden tot maakindustrie hier. Ik kan de schijnconstructies en de bouw en het transport aanpakken. Ik kan zorgen voor nieuwe exportmogelijkheden voor onze bedrijven. Ik kan de jeugdwerkloosheid aanpakken. Er zijn ontzettend veel dingen die ik als volksvertegenwoordiger vanuit de regio voor Groningen kan doen. Ja, ja. Jij staat nummer 4. Ja, dat Paul, klopt. De eerste man is Paul Tang. Paul Tang, ja. Paul Tang. Dan heb je Agnes Jongerius. Agnes Jongerius, oud-vakbondsvrouw. Hebben we op 2. En jij? Ik sta zelf op plaats 4. En 3? Op 3 staat Katy Piri, een voormalig medewerker uit het Europees Parlement. Die ken daar niet. Ja, mooi. Nou, minder bekend, wel heel ervaren. Fantastische kandidaat. Ja, nee, precies. Ja. Hey, en hoeveel mensen zijn er op dit moment? Hoeveel zijn er? 5? Nee? Ja, wij hebben als Nederland van de 760 zetels hebben wij 26. Ja. En daarvan zijn op dit moment 3 van de Partij van de Arbeid. Daarvoor waren het er 7. Dus we hopen op 4 deze keer. En hoeveel mensen werken er in totaal bij in zo'n Europees Parlement? Hoeveel zitten erin? 750. Dus het is een heel groot parlement. 751 trouwens. Ja, volgens mij worden nu 750. Het is een groot parlement. Ja. Maar door goed samen te werken kun je wel wat bereiken. Wij zitten in een groep met 200 sociaaldemocraten als progressieve partij. Dus we kunnen samen wel wat bereiken. En hebben dat afgelopen jaar ook gedaan, ook voor Noord-Nederland. Dan ben je natuurlijk nog super jong, 28 jaar. Ja. Je bent ook voorzitter geweest van de Jonge Socialisten. Ja, dat klopt. Ben je ook nog geweest. Maar waarom Europa? De jeugdwerkloosheid. Ik heb heel veel leeftijdsgenoten en vrienden die het moeilijk hebben om een baan te vinden. En ik was op bezoek in Griekenland en sprak daar met leeftijdsgenoten. En die zeiden, voor ons is er echt geen enkele kans op een baan. Ik vind dat het antwoord op de crisis is mij niet sociaal genoeg. En toen dacht ik wil daar heel graag een verschil voor maken in Europa. Want het moet Europees worden aangepakt. En inderdaad, ik hou me al heel lang bezig met de sociaal-democratische beweging. Want een samenleving waarin iedereen gelijke kans heeft, dat vind ik zo'n mooi ideaal. Daar wil ik heel graag voor vechten. Hey, even naar een andere partij. Toevallig sprak ik haar vanmiddag, maar ze was de gast. De vrouw van de Partij voor de Dieren. Anja. Anja. Ja. Anja. Hazekamp. Hazekamp. Ja. Die staat op 1, hè? Die staat op 1. Heeft zo'n Anja Hazekamp nou kans om in dat Europees Parlement te komen? Ja, ik hoop... 1 zetel? Ja, absoluut. Ja? Absoluut. Ik hoop ook dat ze er ook komt. Ik ook. Want ik vind de Dierenpartij ook een hartstikke mooie partij. En bovendien is ze ook Gronings, hè? Ja, en we moeten wel... De kans bestaat nu dat er geen enkele Groninger straks in Europa zit. En dat zou echt zonde zijn voor onze regio. Ah ja, ze kan. We gaan er nog een keer uitnodigen. Geboren in Vlagtwedde. Dus zeg maar Vlagtwedde, Groningen, Brussel.
Maar een carrière. Ja, nou ja, ja, en belangrijk voor onze regio. Belangrijk voor onze regio. Maar dat wil jij ook zijn, Michiel. Ja, nou, we hebben volksvertegenwoordigers hier nodig. We hebben Tjeerd van Dekken en Henk Nijboer in Den Haag. In Brussel. Kijk, we hebben het als regio gewoon hartstikke moeilijk, Piet. Dus we hebben hier banen nodig. En daarvoor moeten we ook daar aan tafel zitten. Ik vind wel één mooie uitspraak heb jij gedaan. Je zegt van, ik weet natuurlijk als geen ander het slecht imago op dit moment van de Partij voor Arbeid. Maar dat maakt me eigenlijk geen bal uit. En zo, we moeten niet mokken. En wat ik wil, is eigenlijk alleen maar, ik wil Europa heen. Ja, kijk, ook op Europa valt heel veel af te dingen. Europa is niet democratisch genoeg, nee. Europa is niet sociaal genoeg. Is dat wel zo? Ja, dat vind ik. En daar kun je lang over mokken, maar dan kun je ook gewoon aan de slag gaan. En omdat we het hier als regio moeilijk hebben, moeten we dat ook echt gaan doen. Ik vind dat Europa democratischer moet. Echt democratischer. Burgers moeten er veel meer invloed op hebben. En dat wil ik zelf doen. Emotie. Door... Straatzanger. Mooi hem. Mooi hem. Ga je spelen? Motie Henk. Mooi, hè? De beste straatzanger ter wereld, luisteraars, kijkers. Jij kent ook de hele stad. Motie Rimatsjoek, hè? Mooi, hè? Jij kent de hele stad. Als ik daarmee begin te praten met dit ding hier, dan praat hij gewoon terug. Ja. Het is ongelooflijk. Ja, maar hij heeft jou ook al heel vaak voorbij zien komen, 399 keer. Nee, 389 ben jij. Ja. Maar nu weer helemaal top, hè? Kijk, Europa moet democratischer. Ja. Ik ga dat zelf doen door een burgerparlement te vormen van burgers die ik betrek bij mijn beslissingen. Dus twee keer per jaar nodig ik iedereen die dat maar wil uit om samen te komen en mij opdrachten mee te geven in Brussel en mijn beslissingen voor te leggen, zodat ik ook echt als volksvertegenwoordiger blijf opereren. En ik blijf ook gewoon in de stad wonen. Dus ik blijf gewoon stadje. Jij blijft gewoon stadje. Jij afvalt ook weer uit Zuid-Laan, toch? Ik ben opgegroeid in Zuid-Laan, maar ik ben geboren in de stad. Ik heb hier heel lang gewoond. Ja. En ik zie mezelf als stadje. Ik heb al 14 jaar seizoenskaart bij de FC. Ja, dat gaat minstens nog 14 jaar. Jij hebt zelf de promotie nog meegemaakt. De hulde ging op de grote markt. Absoluut. De hulde ging op de grote markt. Johan Son in de 81ste minuut. Ja. Ik weet het nog hartstikke goed in Emmen. 28 mei. Man, dat was En daarna de jaren met Ron Jans dat we Europa heen gingen. Ja, dat was ongeëvenaard. Jij ademt Groningen, hè? Ik wil hier altijd eigenlijk wel weer terugkomen. Mijn hele familie komt hier weg en maar, Groningen is de fijnste stad van het land. Maar kunnen we dan ook concluderen dat mocht jij het halen, ik ben toch wat enigszins pessimistisch. Nou, ik weet het niet. Kijk, nummer 4 op de lijst van de partij die waarin op dit moment niemand iets ziet. Kijk, dat is niet waar. Nou, dat is toch wel zo, Michiel. Piet, als al jouw kijkers. De kiezers zijn toch ongelooflijk teleurgesteld in jouw partij. Ik ben iemand van 28 die graag een verschil wil maken voor een socialere wereld. Ja. En ik wil ook graag voor de regio aan de slag. En mensen kunnen dat steunen met hun stem. En ik zou niet weten waarom we niet als Noord-Nederland, als Rode Noorden, waar wij een sociaal gebied zijn, dat zou kunnen steunen met hun stem. Ik voel fanatieke campagne tot en met aanstaande donderdag. En dan zien we het wel. Ja, hier, daar komt watertransport aan, Hendrik. Ja, er zit nog wel wat water. Dat hoort ook bij de partij. Ja, dat kan jij niet filmen, hoor, maar die staan aan die kant. Ja, dat was... Van de Partij van de Arbeid vind ik natuurlijk altijd heel mooi. Ik zeg het altijd weer. Ik heb het ook tegen iedereen gezegd die naast me gelopen van de partij. Partij van de Arbeid, hè? Ja. Jij denkt net weer over het socialistische aspect. Ja, het moet socialer. Het moet socialer. Het moet socialer in de wereld, absoluut. Hoe kan het dat grote bedrijven de belastingen ontwijken, dat de banken ongeschonden de crisis doorkomen, terwijl gewone werknemers krom liggen op dit moment? Dat is niet sociaal en dat moeten we veranderen. Hoe beleef jij zo'n donderdag? Ik bedoel, donderdag, twee deur... dan wil ik even met de camera zeggen, ook naast Michiel. Dat is dus overmorgen, moeten wij dus allemaal wel gaan stemmen. Hè? Absoluut. Maar hoe beleef jij nou zo'n dag? Waar ben jij die dag? Ik ben zelf hier in de stad. Ik voer tot de laatste snik campagne. Ook op donderdag. Ik wil graag aan de slag en daar probeer ik draagvlak voor te krijgen en daar probeer ik steun voor te krijgen. Ik vind ook, als je zo'n functie wil bekleden, dan moet je ook campagne voeren om uit te leggen waarom je dat in godsnaam wil doen en daar steun voor te krijgen. Want je wil ook volksvertegenwoordiger zijn. Dus we gaan tot de laatste snik door. Ben je gisteren nog op stap geweest met Dijsselbloem? Is dat doorgegaan? Ja, we waren gisteren met Jeroen Dijsselbloem op bezoek bij... Minister van Financiën, hè? We waren op bezoek bij de scheepswerven in Stroobos. Prachtige scheepswerven. Ja, ja. 4.500 banen hier in het noorden, hè, in de scheepswerven. Ja. In gesprek over wat we daarvoor kunnen doen. Bijvoorbeeld de aanpak van staatssteun van scheepswerven in Spanje. Gaan we nu concreet oppakken in het Europees Parlement. Kan banen opleveren hier in het noorden. Ja. Wat zei Dijsselbloem? Dat gaan we samen oppakken. Dijsselbloem in het kabinet en ik in het Europees Parlement. Ja? Als ik gekozen word. En heeft Dijsselbloem... Ja, als jij gekozen wordt. Het blijft natuurlijk koffiedik. Maar hoe groot is die kans? Ik kan daar geen pijl op trekken. Nee, ik voel van dat die campagne heel graag aan de slag. Nee, maar Michiel, met alle respect, je bent een hele aardige gozer. Je hebt ook potentie, maar die kans is toch nul? Nee, dat is totaal niet waar. We voeren een gigantische campagne om aan die 15.000 volkersstemmen te komen. En de PvdA in heel Noord-Nederland voert op dit moment daarvoor campagne.
En we moeten als Noorden aan tafel zitten, ook in Brussel. Dus mensen moeten gewoon gaan stemmen voor het Noorden. Ja, maar, ja, voor het Noorden. Maar wie zijn dan die 15.000 mensen die op Michiel Emmelkamp gaan stemmen? Waar komt dat weg? We hebben meer dan 1 miljoen inwoners hier in Noord-Nederland. Ja, hè? Ja. En dat zijn allemaal mensen die het wat socialer willen hebben en die ook hier graag goede banen hier in het Noorden willen hebben. En dan kunnen we wel allemaal gaan mokken en niet gaan stemmen. Maar dan missen we echt kansen hier voor het gebied. Ook kunnen we niet de jeugdwerkloosheid aanpakken, niet nieuwe banen hierheen trekken. Dus mensen moeten gewoon gaan stemmen. Ja, maar is het voor jou juist nou niet extra moeilijk gezien het imago van de partij? Want als de Partij van de Arbeid, als het allemaal Rosanna was geweest voor de partij, dan was het voor jou natuurlijk veel beter geworden. Ik ben een jonge vent en ik wil graag een steentje bijdragen aan een eerlijkere wereld. Ja. En dan moet je altijd gewoon doorgaan en op je idealen gewoon door blijven gaan. En dat het de wind tegen zit, ja, dat is dan maar zo. Maar ik sta voor een eerlijkere wereld. En dan ga ik gewoon campagne vervoeren en ik hoop dat mensen dat willen steunen. Nee. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja, maar het klinkt allemaal heel mooi en zo. Ja, maar die mensen moeten ten eerste naar de stembus. Ja. Maar het is ook zo, Michiel. Het is ook zo, hoe je het ook wendt of keert, dat imago van de Partij van Arbeid, dat kleeft ook aan jou. Want jij staat vier op de lijst van diezelfde partij. Wij zijn een sociale partij, we willen altijd wat socialer maken. Ja. We sluiten dit met compromissen. Dat zeg jij wel. Dat heb je al 2 keer gezegd. Ja, sociale maken. Het moet socialer. Ja. Wij sluiten compromissen op dit moment met de VVD. We konden niet anders en dat is moeilijk. Maar deze verkiezingen gaan over Europa. En Europa wordt steeds belangrijker. En als je dat sociale wil maken en je wil ook nog banen hier in Noord-Nederland, dan moeten de mensen gewoon gaan stemmen. Ja. De mensen moeten dus heen. De mensen moeten dus gewoon stemmen. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Maar gezien het aantal mensen die dan in zo'n Europees parlement zitten, jij zegt 750 man, jij hebt 15.000 voorkeursstemmen nodig. Ja. En jij zegt, als ik die krijg, dan ga ik vooral voor Groningen ga ik iets betekenen in Brussel. Hè? Ja, dat heb je uitgelegd. Ja. Dat ga je ook doen. Dat ga ik absoluut doen. En welke staat boven aan de lijst? Ik wil graag investeringen in een nieuwe maakindustrie hier. Ik denk dat bovenaan mijn lijst staat. We hebben hier nieuwe banen, nieuwe maakindustrie nodig en daar gaan we in investeren. Ja. Laten we afspreken dat ik over een half jaar weer bij jou kom als ik het red. En dan ga ik verantwoording afleggen over wat ik heb bereikt voor Groningen. Maar je hebt echt hoop. Ik heb absoluut hoop. We hebben hier banen nodig. Nee, maar jij hebt hoop op jezelf. Jij denkt, je bent jong en idealistisch, dan moet je doorgaan. Dus jij kunt in de camera zeggen dat de kans daar is dat je gekozen wordt. Absoluut. Geachte kijkers van Piet's fantastische programma. Ik wil heel graag aan de slag voor goede banen hier in Noord-Nederland. En u kunt dat morgen, aanstaande donderdag, steunen met uw stem. Ik dank u wel. Hartstikke mooi, jongens. Michiel, ik wens jou heel veel succes. Ik hoop dat je het haalt, want je bent topgozer. Jij kiest uit. Oh, deze is niet makkelijk. En jij kiest uit D66 of de VVD. Oeh, dat vind ik een hele moeilijke keuze, want het zijn allebei hele rechtse partijen en ze willen ook nog opgaan in één Europa. Maar... Ik ga toch echt voor de Partij van de Arbeid? Nee, maar dat kan niet. Jij kiest voor D66 boven de VVD. Ja, die staan er iets dichter. Nee, je hoeft alleen maar te kiezen. Jij die kant op. Bij deze, oké. Ik deze kant. Jongens, Michiel Emmelkamp, volgens mij. En nou komt het, Henk. Volgens mij heeft deze man... En nou komt het. Potentie.